Ja, zo krijgt het begrip verbrandingsmotor ineens een heel andere betekenis. Vlak na de oliecrisis in de 70er jaren waren veel auto's uitgerust met een zogenaamde econometer. Die korte tijd daarna eigenlijk geruisloos van het toneel verdwenen is. Tegenwoordig zie je ze weer iets vaker, bijvoorbeeld in dergelijke infocenters. Maar als het aan de Nederlandse onderneming voor energie en milieu ligt, worden ze weer standaard ingebouwd in elke auto. Het is een hulpmiddel voor de automobilist. De automobilist kan via de econometer zijn brandstofverbruik goed aflezen. Hij kan daarmee zien of die zuinig dan wel onzuinig rijdt. We hebben een proef gedaan en het bleek dat als je een econometer in je auto hebt, dat je gemiddeld 10% zuiniger rijdt dan als je dat niet hebt. Hoe kan dat dan? Kan je... Die meter, daar ga je niet zuiniger van rijden. Nee, het zit een heel klein beetje tussen je oren, want het blijkt dat als je zo'n ding hebt, dat het onbewust eigenlijk je gedrag stuurt. Je bent toch gevoelig voor dit rode vlak en de wijze die daarin komt en je wil dat toch heel graag vermijden. En het blijkt dat je door zo'n econometer, dat je daarmee een zuinige rijstijl aanleert, maar ook dat je minder gauw snelheidsovertredingen maakt. Maar er is ook zoiets als cruise control. Dat is helemaal handig. Je stelt een ding in op 120, je gaat nooit meer in de fout. Is dat niks dan? Ja, een cruise control is zeker ook een heel goed hulpmiddel om zuiniger te gaan rijden. Dat hebben we ook bekeken. Maar wij denken dat de cruise control meer geschikt is voor mensen die toch vaak in de auto zitten en meer kilometers afleggen. En een cruise control is natuurlijk ook nog veel duurder dan een econometer. Het zijn eigenlijk twee hele verschillende instrumenten. Bij een cruise control wordt het rijden wat comfortabeler. Maar een econometer is eigenlijk weer heel verschillend, want dat geeft je direct feedback op je brandstofverbruik. We hebben gevonden dat ook al heb je niet om gevraagd, ook al heb je niet om een econometer in je auto gevraagd. Die groep hebben we vergeleken met mensen die bewust een econometer in hadden laten bouwen. En het blijkt dat ook mensen die er niet om gevraagd hebben toch zuiniger rijden dan als je zo'n ding niet in je auto hebt zitten. Het is dus heel jammer dat het niet standaard in de auto meer zit. Zeg nou eens eerlijk, wat vinden wij nou belangrijk? Is het nou dat zuinige rijden of is het toch alleen maar het geld? Het is beide, maar sommige mensen vinden zuinig rijden vooral een sport. Een sport om toch, of eigenlijk krijg je daar een kick van als je toch de ene keer weer een stuk zuiniger hebt gereden dan de andere keer.